Yo, dit Edwins, welkom bij een gloednieuwe WarioWare video. En in deze video gaan we hopelijk het eerste stukje van het verhaal uitspelen. We gaan naar Dr. Krygor. We gaan zijn bugs uit de game halen. Dus als je dit nog steeds net zo vet vindt als ik, doe dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En hij is daar lekker aan het rondvliegen, deze man, jongen. Hij zegt, zwem ik, vlieg ik, roei. Kijk mijn flippers eens gaan. Hij heeft niet echt door dat wij er ook zijn, volgens mij. Hij leeft een beetje in zijn eigen wereld. Hij vraagt ook, wat is hier in Helium's naam aan de hand? Dr. Krygor, hier beneden, hier zijn we, jongen. Ik kan me niet herinneren dat mijn level er zo uitzag. Hij heeft nog steeds geen ene malle moer door. Nu heeft hij wel door, want Wario begint te schreeuwen. Hij valt uit de lucht. Hij vindt het buitengewoon dat wij hier zijn, in zijn level, in zijn wereld. En Dr. Krygor is een geniale uitvinder die zichzelf in een cyborg heeft veranderd. Desondanks zit zijn maag hem vaak dwars. Oké, hij laat veel puffjes. Als jij ook veel puffjes laat, doe de duimpjes omhoog. Door A ingedrukt te houden, dan laat je hem in de lucht zweven. Kijk, hij kan niet lopen, hij kan alleen zweven. Dus dat doe je dan op deze manier. En dan beukt hij gewoon overal doorheen. Wat een flats. Moet ik dit duwen? Ik moet hier opstaan of zo? Ja, cool. Dan kunnen we zo omhoog. Krygor heeft door wat er aan de hand is. Hij moet de bugs gaan bestuderen. In zijn laboratoriumpie. Ik vind het maar een rare snuiter, deze gast. Ik neem Wario gezellig mee. En Dribble en Spitz neem ik gezellig mee. Let's go! Dit is het laboratorium. De geheime fabriek van Dr. Krygor. Laten we eens kijken wat hier aan de hand is. We zien een lopende band met allerlei robotonderdelen. Oh, het zijn geen onderdelen. Het zijn gewoon serieuze robots die hier zo eventjes aan de slag gaan. Voor Dr. Krygor, denk ik. Hoop ik tenminste voor hem. Dat hij niet moet vechten tegen deze laboratorium robotten. Zijn laboratorium wordt ook lekker schoongehouden. Door een robot schoonmaakster. We hebben zelfs een artiest hier in zijn fabriekje staan. Met speakers op zijn buik. Ja, iedereen jamt er wel lekker op. Zelfs Krygor jamt er lekker op. Krygor heeft nu ook een roos in zijn mond. Geen idee waar hij die vandaan heeft gehaald. Maar misschien wil hij indruk maken op iemand. Alles gaat fout. De test is gefaald. De bewonderrobots bewonderen er niet. We gaan beginnen. Let's go. Kijk goed. Oké, rood. Rood karretje. Wat is er nu? Oh, we moeten in het rode karretje stappen. In het laatste karretje. Hatse flatsie. Helemaal top. Kom op, Dribble. Doe je ding. Beschutten. En wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moest doen. Ik ben een leven kwijt. Deze kennen we. Moeten we ontsnappen. Moeten lekker gaan zweven. Deze komt uit de demo. Dat is fijn. Ik heb namelijk al één foutje gemaakt. Monteren. Oh. Moet naar die kant. Toch? En dan zo. Ah, kijk. Super robot. Vet. Oké, nu zijn we Dr. Krygor. We moeten op de foto. We moeten hier in het framepie. Ja, dit is een prachtig fotootje, Krygor. Je staat er goed op. Lekker. Verzamelen. Ik moet dat ding pakken, denk ik. Ja, die moeten we pakken. Lekker. Oké, gelukkig. Level 7. Kijk goed. Hij krijgt een cadeautje. In het cadeautje zit Snoopy. Ja, dit is wel leuk. Hij vond het leuk. Hij was er blij mee, toch? We liken het gewoon. Maak een route. Ja, ik was iets te traag, jongens. Aanduwen. Let's go. Hoppakee. Nice. Omzetten. Oh, nee, deze. Hoe dan? Hoe moet ik dit omzetten? Oh. Ah, ik was weer te traag. Ontsnappen. Ik ben ontsnapt. Ik denk dat dit fout gaat, jongens. Ik denk niet dat ik dit red. Zoek dekking. Deze kennen we wel. Moeten we gewoon hier gaan staan. Easy, chill. Rustig aan. Goed bezig, Krygor. Level 13. Ontwijken. Oké, dan kunnen we gewoon naar boven. Top. Level 14. Bezorg hem. We moeten de virussen weghalen. En dat is gelukt. E-mail is bezorgd. We zijn in het laatste level. Maar ja, ik weet totaal niet wat ik moet doen natuurlijk. We hebben wel de tijd over het algemeen voor dit soort dingen. We kunnen rustig aandoen. We moeten dat ding grijpen. Ja, die hebben we te pakken. Dat is de... We moeten sushi maken. Wat geniaal. We moeten nu garnalen sushi maken. Lekker. En nu? Eiersushi. Moeten we niet die bovenste pakken, want dat is een spons. Nice. Moeten we nu telefoonsushi maken? Ja, oké. Telefoonsushi is ook gelukt. En dat was het. We hebben het toch gehaald. De telefoonsushi heeft gewerkt.
Ik heb trouwens sushi merch. Als je sushi merchandise wil hebben, ik vind het echt superleuk. Het linkje staat in de beschrijving. Ik hou van sushi. Ik wil eigenlijk nu stoppen met het maken van deze video om sushi te eten. Maar, jongens, ik ga gewoon door voor jullie. Let's go. En nu hebben we volgens mij alle gebieden vrijgespeeld die we konden vrijspelen. En dan gaat het laatste gebied hier open. En dit is een remix, jongen. Wakka wakka wak. Remix. Iedereen is hier denk ik dan van de partij. Of toch niet iedereen. Wario zegt een mijnwagen. Dit is het betere werk. Ninefold denkt ook dat we daarin een stuk sneller vooruit komen. Er komt muziek uit dat ding. Hallo, zit daar iemand een liedje te maken? What up? Wie ben jij dan? Dit is Mike. Hij zegt ja, de akoestiek hier is echt perfect voor karaoke. What up, Mike? Deze karaoke robot is gemaakt door Krygor en hij zingt ontzettend graag. Hij kan het alleen ontzettend slecht. Oh, arme Mike. Mike schiet vanuit zijn mond muzieknoten naar boven. Kan ik dat dan zelf besturen allemaal? Nice, ik kan dat allemaal zelf besturen. Dat is goed, dat is top. Pew, 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 pew. Ah, daar hebben we Mike. Jou laat ik niet meer uit mijn zicht. Jij komt met ons mee, zegt Krygor. En Mike zegt, oké, als het moet. Daar gaat mijn solo carrière. Ik heb daar helemaal geen zin in. Oké, dan moeten we dus Krygor meenemen, denk ik. Want Krygor is zijn mattie. En laten we Cricket weer een keertje meenemen. Want dat is gewoon een tijdje geleden. Let's go in het minecarretje. Dikke vette remix hier, jongen. Red de aarde. Maak de virussen kapot. Lekker gedaan, Mikey. Ik denk dat ik Mikey wel een leuk karakter vind. Cricket moet het blok raken. Dat is ook geen probleem in deze oldschool Mario leveltje van Game & Watch, denk ik. Krygor is hier aan de gang. Die moeten de klok gelijk zetten. Zo, hoppakee. Ook gefixt. Krygor vind ik wel een lastig karakter, denk ik, om mee te spelen. Kijk goed. Oké, we moeten weer in het laatste karretje. Of in ieder geval in het paarse karretje. En dat is inderdaad weer het laatste karretje. Lekker gedaan. Nu zijn we weer Krygor. We moeten deze enemy verslaan. Bam! Op je bakkes, jongen. Doe ik gewoon voor jou, Donkey Konky. Let's go. We moeten nu dit weer met elkaar verbinden. Ja, ook weer top. Lekker. We gaan best wel lekker eigenlijk tot nu toe. Krygor, wat gaan we met jou doen, jongen? Tempo gaat omhoog. We moeten dit nu omzetten. Eerste ster. Dat moet echt vanaf de onderkant. Dan het hartje. Dit is moeilijk. Dit is moeilijk, maar het is gelukt. Toppie. Dan nu. Ontwijken. Oh, dit wordt misschien wel een ding. Ik weet niet hoe snel dat ding gaat. Ah, valt wel mee, valt wel mee. Lekker Cricket, je hoeft eigenlijk gewoon niks te doen. Je kon gewoon blijven staan. De uitgang wijzen, oké, let's go. Deze kant op, jongen. Deze kant op, Samus. Lekker. We gaan wel goed, man. Level 10 met Krygor. Moeten nu oppassen. Volgens mij staan we perfect hier. Hoeven we geen stapje meer opzij te doen. Mooi gebit trouwens. Jammer van die tanden die je mist. Kijk goed. Wordt hij blij of wordt hij niet blij? Hij wordt niet blij. Hij krijgt een slang. We disliken gewoon keihard. Ik hoop niet dat jullie deze video disliken. Want ik vind het een superleuk spelletje. Precies 2. Easy. Ook niet zo moeilijk. Level 13. Muziek uit. Hoppakee. Koptelefoontje weghalen van die gast. Level 14. Bezorgen. We moeten de e-mail bezorgen. Dat betekent dat de virussen weg moeten. Easy, man. Level 15. Is dit al het laatste level? Nee, we moeten nog plukken. Het is nog niet het laatste level. We moeten verder dan 15 nu voor het eerst. We zijn al bij 16. Oké, we moeten hem lanceren. Oh, oké. Die ging minder. We zijn nu bij het laatste level. Jammer dat we niet al onze levens hebben. Level 17 is het laatste level. We moeten de finish halen. Oh, oh. Ja, we zijn lekker aan het zweven. Ah, oké, oké. Dit gaat op zich lekker. Even uitkijken. Ik heb niet goed gezien waar de lava dingetjes komen. Cool. Cool, 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 cool. Oh man, die had ik echt totaal over het hoofd gezien. Ik wil wel even alle muntjes proberen te pakken. Is totaal nergens voor nodig, maar gaan we het toch doen. Let's go. Dan hebben we hier beneden zo'n duw ding. Die gaat helemaal tot het einde. Goed dat ik even ging wachten, denk ik. We kunnen hier gelijk door. Gaan boven langs. Hier hebben we Twompies. Moeten we gewoon eventjes rustig aan doen. Eventjes naar beneden lokken. Ja hoor. Ja hoor. Wachten we tot hij bovenin is. We wachten tot hij bovenin is. En ik mis allemaal alsnog. Maar we hebben het wel gehaald, jongens. Lekker gedaan, Mikey. Je bent één keer kapot gegaan. Maar dat maakt helemaal niet uit. Geniet van je zangcarrière. Ik kom je aanmoedigen op je concert. En het mijnkarretje is blijkbaar bij de finish, joh. Mike zegt goed zo. We hebben het weer overleefd.
Wat een ziek idee. Kijk, daar is de hele crew bij elkaar. Maar nu dan? Wat gaat er dan nu gebeuren? Mogen we gewoon door? Door. Ja, we mogen weer door. En hier in deze modus kan je dus alle karakters vrijspelen. En we doen er gewoon in elke video 2. Laten we dat afspreken. De volgende zijn Cat en Anna. Dus die zijn weer voor de volgende video. Ik hoop dat jullie er weer bij zijn. Dus doe dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!